Tijgerlelie, het spannende debuut van Danique Chimbrère en Anne Zwartjers. We zijn ook weer toegekomen om dit te doen. Dat is wel een hele tijd geleden al. Ja. Jij stuurde mij een mailtje van dat je met een vriendin bezig was aan een script of zo. Ja. En dat was een filmscript. Toen zei ik, is het niet leuk als we een boek schrijven? Want jij schreef wat verhalen en ik schreef wat verhalen. Allebei een beetje dezelfde interesses. Wat combineren en dan over en weer mailen. Hoe lang hadden we er ook alweer over gedaan? Een jaar, denk ik. En dan met kleine tussenpozen, zeg maar. Dus niet echt een jaar volledig geschreven. Want ja, ik had school dat soms. En, ja, school. Soms dan had je ook gewoon geen inspiratie en dan schreef je ook gewoon niet eigenlijk. Nee. Maar in de vakantie was echt. Toen hadden we echt gewoon. Toen zaten we ook echt elk weekend bij elkaar. Ja, als we dan weer bij elkaar kwamen en dan weer bellen. Oh, maar dit kan nog. Ja, inderdaad. En als we dan niet bij elkaar zaten, dan was het wel mail of bellen. Of in de brief. Oh ja, brieven schrijven deden we ook nog. Heel ouderwets. Dat was ook wel leuk. Tijgerlelie. Carter Johnson is de hoofdpersoon van het boek. Het verhaal wordt ook via zijn perspectief verteld. Ja. Het is zo'n popiopie. Hij staat helemaal bovenaan de klasse van de middelbare school. Hij heeft iedereen achter zich staan. Hij ziet er heel goed uit en alle meisjes hollen achter hem aan. En eigenlijk is hij helemaal niet echt zo aardig, maar gewoon omdat hij zoveel status heeft, loopt iedereen met hem weg, zeg maar. Hij haalt ook heel veel stunts uit tijdens de lessen. Maar eigenlijk is het een hele ongelukkige jongen die echt maar school, zeg maar, gebruikt als zijn koninkrijk om als zijn vlucht ook, want thuis gaat het ook allemaal niet lekker. Mm-hmm. En dan wordt zijn koninkrijk betreden door Lily Jones. En dan staat gelijk zijn hele leven weer op zijn kop, want ja, ze is zo adembenemend mooi. En hij kan haar niet krijgen en dat is heel frustrerend. Ja, en als dat anderen dan merken dat Carter Johnson, de Carter Johnson, kan geen meisje krijgen. Nou, dat tast zijn reputatie wel een beetje aan. Ja, en dat laat hij niet over zijn kant gaan, zeg maar. Dus ja. Tijgerlelie. Nou ja, when friendship is born, words are found is zeg maar ons motto. Ja, dat hebben we echt in een avondje wel. Hebben dat, zeg maar, kwam dat eruit. En vooral omdat het boek gaat ook heel erg over vriendschap en zo. En ook omdat op een gegeven moment één van de twee is ontzettend gesloten. En zodra ze wat dichter naar elkaar groeien, ja, komen de woorden vanzelf. En dat hadden wij met schrijven. Dat hadden wij met schrijven. Inderdaad. Op het moment dat we echt close werden, dan toen kwam het verhaal, zeg maar, ook vanzelf. Toen waren woorden gevonden. Ja, juist. Ja. De clue? De clue? Ja, kunnen we niet zeggen. Klappen. Ah. Als ik in een boekenwinkel loop, dan heb ik altijd heel erg van, oh, niks voor mijn leeftijd om te lezen. En ik denk, omdat wij van onze leeftijd, zeg maar, voor onze leeftijd voor schrijven. Voor onze leeftijd schrijven. Dat we ook weten wat we zelf leuk vinden, dat we kunnen schrijven wat wij ook zelf zouden lezen. Ja, absoluut. Dus, en ik denk dat het origineel is, de clue, die we niet gaan vertellen. Ja. Dus, ja. Ja. Een beetje fictie en een beetje gewoon realiteit door elkaar gemixt. Ja, het is, de werkelijke clue is natuurlijk eigenlijk over de vriendschap die jezelf een spiegel voorhouden, zeg maar. Om mensen, zeg maar, echt te leren kennen. Tijgerlelie. Weet je, dit is een prestatie wat we gedaan hebben. Ik ben eigenlijk best wel trots ik dat ook, we hebben afgegeven. Ja, want dat was het eigenlijk ook een beetje. Want we zaten allebei zeiden tegen elkaar, ja, we schrijven wel verhalen, maar ik heb eigenlijk nooit echt iets afgemaakt. En ja, nou is het toen, af. Toen is het af, ja. Ja, eigenlijk is het idee dus dat ze vriendschap sluiten met het boek, zoals in het boek vele vriendschappen worden gesloten, zeg maar. Tijgerlelie, het spannende debuut van Danique Chimbrère en Anne Zwartjers. Verkoopprijs normaal €16,95. Van 25 september tot 25 december 2010 €13,95 met kortingsbon. Tijgerlelie, het spannende debuut van Danique Chimbrère en Anne Zwartjers. Vanaf 2 oktober 2010 in de boekhandel.
Informatie over Tijgerlady en de kortingsactie www.geringbooks.nl